Kom op, mens. Waar is hier? En welkom terug op Help Insel. Oké, okay, daar heb je echt moeten zien, maar... ja, verder uitgaan. We zien dat er hier en daar een stukje van een boom ligt. Met dit ding ging het niet heel erg goed. De bomen zagen. Het was niet een heel groot succes. Ik ben nou dus bezig even met opruimen. Althans, ik probeer. Ik ben al een hele set bezig. Dus ja. Had ik nou maar de snelweg gekozen, was ik misschien klaar geweest. Maar ja. Stukken liggen. Nou, eigenlijk in een karretje moeten pakken. En met een karretje even alles moeten heen brengen. Nog niet. Man, ik probeer bewijsmateriaal te vernietigen. Kom op. Goed, we zijn ook de houtsnippers naar de huppelpup aan het brengen. Dat is ook vol, dus die kan ook even leeg. Je kunt zowel pellets gaan maken. Daar heb ik al een stukje heen gebracht. Net. Dan gaan we dus pellets maken. En hier die grote boordpellets. Met wel die verpakte pellets. Dus die gaan we hier ook maken. Simpel, keeper. En wegwezen. Ondertussen heb ik ook nog gemaaid. Ik had een, ik zag een nieuw maaisysteem staan. Dat zat een John Deere geloof ik. Het leek leuk. Het leek me heel erg leuk. Ja, verder alleen niet. Dat is heel jammer. Nee, niet van de John Deere, de Dutch. Toch? Nee, nou weet ik het niet meer. Maaiers. Ik heb de Dutch Var. De voorste maai werkt. De achterste maai van 28.300, die werkt niet. Maar is wel met ronde schijven, dat vond ik wel leuk. Kijk, deze is gewoon met gewone maaiers, maar deze is met die ronde schijven erop. Dat is echt een cyclomaaier. De voorste die werkt hoor, maar de achterste niet. Heel jammer. Ja, kan gebeuren natuurlijk hè. Deze had ik ook volgens mij ergens neer, al weet ik niet meer. Wat? Goed, ik moet straks vragen. Oh.
Daar kom ik straks ook wel weer achter. Kan ik met deze ook... Nee, ik kan hier geen... Dat is mijn probleem. Nee, maar ik kan ze niet uitladen. Niet. Nou ja, dat gaan wij straks nog even uitzoeken. Die kan weg, die kan stil blijven staan. Nou moet ik deze... Hij staat er al gelijk in. Oh. Ja, de roepsbandjes heb ik vervangen door dikke banden. Roepsbandjes heb ik goed alleen kreeg. Ik probeerde wat met Coldplay en dat lukte natuurlijk niet meer. Deze trailer ben ik hartstikke mooi gelezen. Rijden hebben we hier ook leeg, dus die kan hier straks zo direct in. Jij mag ook aan het werk. We moeten het land nog even besmeuren. Wat nou terug? Vooruit. Voor. Wat ga je doen? Wat gaat ze nou doen, hè? Ja. Kan de trekker er eens anders in zetten? Ja, die kerel die rijdt tenminste. Ik wijs ze aan... Oh ja, ik was daar. Hè. Deze zit aardig vol, dus... En vol. Ja. Dus, waar is je bezat? We gaan het gas doen. Dat gaan wij... Ja, dat zit ook nog goed in. Alleen sirage. We kunnen nog grasbalen gemaakt. Ze kunnen nog balen. Dus dat gaan wij ook het gras beginnen weer doen. Kirikat daar. Pushen, pushen. 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 We dumpen eerst het gras hier. Nou, ik heb er nog even geen belang bij. Mag jij hier eigenlijk even blijven staan? Wat ik moet. Wat wil ik nou doen? Oh ja, ik moet silage. Wij moeten silage hebben. En hier moet ik het rijden. Nou, de kunstmest is ook al klaar. Hij heeft 17%. Dus dat kunnen we wel meenemen. En ik moet ook nog zaaien. Ja, we doen toch weer van alles in één keer. Oh, ik heb ook een slang gezien. Er kruipt hier een slang op de trein. Ja.
is ook zo. Je gaat daar even een stukje achterweg moeten halen. En de vorige balenmakerij hebben wij natuurlijk volgens mij ergens staan waar ik nog niet weet. Zo, silage. Het stroomt heel langzaam. Dat is echt een probleem. Dat is hier echt een probleem. Aanvoeren van materiaal gaat ontzettend langzaam. Dus de stortkokers mogen echt wel een beetje opgevuld worden. Ja, dan moet je niet mee verder. Het geval gaan we jou even weg te brengen. Alles gaat. Dus. Gaan we eens even kijken of we er nog aan in zitten. Want de deuner. De deuner. Dat is iets heel anders. Deuner. Kunstmest. Ja, dat ruikt ook aardig op hier. Ik heb al 4000 erin zitten. Nou, precies één. Ik kan er nog een pakje van volmaken. Maar ook hier op de dingen staan. Wat eerst zaaien. Ah, nou binnen. Hey. Ja, zaaien. Oh, daar staat de zaaimachine. Die is voor je vol. Ja, die koetjes hier die proberen de boel kort te houden, maar dat lukt ze niet erg. En de peertjes is hetzelfde, die proberen ook alles kort te houden. Maar Ik ga natuurlijk niet op moeite. Ook nog drie is klaar met werk. Maar dat dacht ik toch niet. Ik ga dat eerst eens even afmaken. Heb ik daar niet nodig. Ik weet zo langzamerhand niet meer dat ik een stro heen moet. Je kunt het van alles maken, je kunt het overal heen starten. Maar zoveel hebben we eigenlijk niet nodig. En dan starten we zo weer op. Dan moeten we de ploeg weer opzoeken. En we zijn ook bezig met gas overmaken, want we willen de grind en zand ook aan hebben staan. Daar had ik vroeger altijd leuke vrachtwagentjes voor, die Tatra's. Maar die zijn gebleven. Ik denk dat de dealer gestopt is met de verkoop van de Tatra's. Anders zou ik het ook niet weten. Gooi het gelijk hier. Althans.
zoeken. Nog een stukje. En dan zeggen wij Saturna. En dan zit je erop. Zo, je zit erop. Deze gaat hier mooi staan erachter. En daar vliegt een vogeltje. Die vliegt hier de hele tijd een beetje rondjes. Ik denk dat er een wat stukjes graan daar precies onderuit zijn gevallen. Goed, even kijken. Wij moeten die kant op. Deze trouwens ook gras. Gras. Hij gaat hier gras inzaaien. Waarom ga ik hier gras inzaaien? Nou, ik heb daar de bunker staan, de BGA. En hij gaat hier dus een grasveld maken. Dan kunnen we een mooi gelijk hiernaast afvoeren. Dat is wel mooi. Kunnen we daar bultjes maken, silage maken. Wij daar ook geen zorgen meer over te maken dat wij over verder gras moeten halen. Toch? Is goed toch? Ik hoop dat we een nieuw veldje. We gaan binnenkort onze machines ook een beetje updaten. Het is een ietsjes grotere machine. Eentje die ook kunstmest behoudt. Al hebben wij hiernaast ook gelijk mest zitten. Het kan ook zijn dat ik de mest dingen ga halen. De mesting, stront. Echte stront. Geen kunstmest, echte stront erop. Nee. Je telefoon piept niet hoor. Dus het zit in het muziek. Dat heb ik al eerder verteld. Ik heb al vaker gekeken naar mijn eigen telefoon. Ach, ik vergeet het gelijk. Zo. Het saai kennen we allemaal wel, denk ik. Alles al wel in je knie. Maar toch, ik vind het mooi. Hij ligt er mooi op. Dus, dat hebben we ook gedaan. Nou moest ik nog wat doen. Ik moet die rode trekker hebben. Silage, goed zo. Dat was ik toch? Ja, dat is we hebben al heel wat voeren. Maar we kunnen er nog een beetje bij maken. Zo, hier ook eentje in. Zo de dingen leeg halen. We gaan eerst even weer een gummend voer. Ook deze loopt niet zo heel erg hard. Dus ja, ik sta hier nog wel weer een tijdje. Mensen, ik dank u voor het kijken. Het leuk vond, drop like. Anders abonneer. Als je nog niet geabonneerd hebt, is het leuk. En tot de volgende. Iedereen een hele prettige avond verder. En het beste. Mooi.